Hi, mijn naam is Alexander en ik ben programmamanager jeugd bij de KNLTB. Vandaag zijn we bij TC Domstad in Utrecht om van Fieke, de tenniskidsfunctionaris, te horen hoe je een hostdag zo leuk mogelijk maakt. Hi Fieke, nou leuk om dan hier echt met elkaar in gesprek te gaan over jouw rol bij de vereniging en natuurlijk ook over alles wat je voor de jeugd doet. Kun je toelichten wat je precies doet hier bij de vereniging? Want volgens mij is dat een heleboel. Zeker, dat klopt. Welkom bij Domstad. Ik ben actief in de jeugdcommissie, zoals voorzitter als tenniskidsfunctionaris. En als voorzitter van de jeugdcommissie zit ik ook in het bestuur. En doe je nog steeds met net zoveel enthousiasme als de eerste keer dat hier de kinderen kwamen? Ja, eigenlijk wel. Ja, het verloopt veel makkelijker, want je hebt het vaker gedaan. Je ziet veel bekende gezichten, zowel vanuit je eigen club als ook uit de buurt. Dus het is echt wel een leuk evenement om te organiseren. Goed, zo, blij om te horen. Nou, jullie zijn natuurlijk echt een hele grote vereniging. Hè? We maken hier nu een reportage specifiek bij jullie, maar er zijn ook heel veel kleine verenigingen. Wat maakt het voor jou zo leuk om bij zo'n hele grote vereniging te doen? Doordat wij logistiek, we hebben heel veel competitieteams. En daarvoor hebben wij de mogelijkheid om één dag heel veel teams te hosten. Wat echt betekent dat het hele park op zijn kop gaat. Ja. Wat betekent dat we 5 teams hosten of 6 of soms wel 7 op een dag. En het park echt als het ware overgenomen wordt door de kinderen. En dat is gewoon fantastisch om te zien. Ja, ik kan me voorstellen. Echt een feest hier, echt een tennisfeest voor kinderen. Ja, zeker. Leuk, leuk. En wat is jouw rol dan precies tijdens die dagen en misschien ook in het voortraject? Vooral in het voortraject eigenlijk. Als tenniskidsfunctionaris hou ik me voornamelijk bezig met de planning. Ja. Dus het vooraf bedenken welke teams kunnen op welke tijdstippen. Het inschrijven in de systemen van de tijdstippen. Het afstemmen met de catering. Want als er een invasie aan kinderen komt, moet er genoeg limonade en cake zijn. Het afstemmen met de verenigingsmanager, zodat hij de banen kan blokkeren. En vooral ook met ouders delen wat er gebeurt en wat er van hen wordt verwacht. Ja, ja. En doe je allemaal zelf? Of hoe heb je de taken verdeeld binnen de vereniging? De planning en de voorbereiding doe ik grotendeels zelf. Wel ook met mensen uit de jeugdcommissie. Ja. De uitvoering is heel groot deel ook met de ouders die daarbij betrokken worden. Ja, en hoe neem je die ouders daarin mee? Dat begint eigenlijk al door voorafgaand aan de competitie een avond te organiseren. Daarin leggen we niet alleen uit wat de spelregels zijn en hoe het een beetje in zijn werk gaat, want het is voor veel ouders nieuw. Kinderen beginnen tenslotte in een rood of oranje en het is de eerste keer dat ze ook naar andere clubs gaan om partijen te spelen. En bovenal is het ook anders dan natuurlijk de reguliere seniorencompetitie waar ze misschien wel in deelnemen. We gebruiken dan die dag ook om ze te vertellen over wat hun rol daarin is, wat er van hen verwacht wordt. We hebben een aanvoerder per team. Die vragen we om 2 mensen aan te wijzen die echt actief betrokken zijn bij de voorbereiding en bij de uitvoering op de dag zelf. Ja. Dus, en we hebben ook nog de luxe dat we onze jeugdtrainer hebben die altijd vol enthousiasme de warming-up organiseert. Dus die betrekken we er ook nog bij. Ja. Dus we doen het zeker niet allemaal zelf. Ja, wel goed. Ik denk dat het ook belangrijk is, zeker als je zoveel kinderen hebt, maar misschien ook wel als je gewoon een kleinere vereniging bent, is dat je wel de taken verdeelt. Dat niet alles per se bij de tenniskidsfunctionaris komt te liggen of bij iemand van de jeugdcommissie. Zeker, ja. Ja, als je wil kan je er je fulltime een baan van maken. Maar ik heb ook nog een andere baan, zoals de meeste vrijwilligers op, ik denk, elke club. Dus het is zeker belangrijk en het draagt ook echt bij aan het enthousiasme en de sfeer als je gewoon het met elkaar doet en als je er echt een team event van maakt. Ja, nou superleuk om te horen. We zien ook veel verenigingen die gebruik maken van jeugdleden. Dus jeugdleden die oudere jeugd helpt de jongste jeugd, zou ik maar zeggen. Nou, jullie hebben daar niet voor gekozen, maar jullie hebben wel een werkbaar systeem voor jullie vereniging ontwikkeld. Zo. Dus eigenlijk via de aanvoerder en dan die ook weer vragen om 2 mensen mee te nemen om gewoon te ondersteunen de dag zelf. Dus, ja, supergoed. Maar wat dat betreft zijn er ook meerdere wegen die naar een succesvol hostdag leiden. Klopt. Welke dingen moet je nou echt rekening mee houden als je een hostdag organiseert? Van welk stappenplannetje heb je voor jezelf in je hoofd? Het begint met een goede voorbereiding. Ja. Dus duidelijk zorgen dat iedereen weet hoe laat hij waar moet zijn. We vragen de aanvoerders ook altijd om een appgroep te maken, zodat ze dat op een snelle manier kunnen delen met de andere ouders in het team.
De voorbereiding dus in catering, in banenplanning, maar ook gewoon in hebben we alle spullen bereid. Dus hebben we de netjes, hebben we de ballen, hebben we het bloem. Want wij maken hier de lijnen voor de kinderen met bloem op de banen. Dus die voorbereiding is erg belangrijk. En zorg dat je weet hoe het systeem werkt. Dus het is niet moeilijk, maar zorg dat je even van tevoren het uitzoekt en bijvoorbeeld die eerste speeldag maakt. Zodat je dat niet hoeft te doen op het moment dat er 50 kinderen aan je deur staan te kloppen die het liefst zo snel mogelijk de baan op. Zou je een beetje onrustig van worden, kan ik me voorstellen. Zeker, ja. Hey, dat bloem, dat vind ik wel heel grappig. Dat heb ik zelf nog nooit gehoord. Jullie maken dus lijnen met bloem, zodat dat daarna makkelijk gewoon weer vervaagd, zou ik maar zeggen. Ja, we hebben van die soort lijnentrekkers en daar doen we bloem in. Volgens mij zie je het in de professionele sporten als hockey en voetbal wel eens met krijt. Ja. Ja, wij gebruiken daar gewoon bloem voor en dat werkt eigenlijk heel goed. En als we het daarna vegen, dan is het eigenlijk binnen 2-3 keer vegen alweer weg. Dus, ja. Nou, goede tip denk ik ook voor andere verenigingen die nu meekijken. Ja. Dat heb ik zelf nog nooit gezien. Meestal zie ik de flapjes. Maar ja, bloem ziet er wel officiëler uit als precies. Een echte lijn. Een echte witte lijn. Ja, uiteindelijk gaat het om het spelplezier van die kinderen. Iets wat we natuurlijk ook vaak zien, hè? Ouders langs de kant. En soms ook hele betrokken ouders langs de kant. Hoe gaan jullie daarmee om? We geven veel ouders een rol. Daarmee kunnen ze een deel van hun enthousiasme kwijt. Dat is heel fijn. We realiseren ons ook dat een heleboel ouders niet zo goed weten wat de regels misschien zijn. Dus ouders die uit enthousiasme naast de baan gaan zitten, die zich er uit enthousiasme mee bemoeien. Dus positief benaderen helpt eigenlijk over het algemeen heel goed. Dus de ouders zeggen van joh, het is niet helemaal de bedoeling, zou je hier willen komen zitten? Nou, er wordt eigenlijk altijd heel positief op gereageerd. Ook met een grapje zeggen van joh, ik denk dat uw kind best heel goed zelf kan tellen. Lost het eigenlijk op en we hebben daar eigenlijk nooit grote problemen mee gehad. Dat is goed. Ik denk ook dat je door zo'n avond bijvoorbeeld al vooraf te organiseren, dat je dan bepaalde cultuur creëert. En als meer dan de helft zich daar meteen al automatisch aan houdt, ja, dan gaat de rest mee. Ja, zeker. En zeker als je dan mensen ook nog op een leuke manier erop kan wijzen, dan moet dat goed komen. Nou, we hebben het al een beetje gehad over het spelplezier, hè? Vaak is het einde van zo'n dag, of van zo'n hostdag, is natuurlijk ook vaak toch het moment dat ze meenemen naar huis. Ja. Hoe organiseren jullie dat? We doen eigenlijk altijd een rondje om de baan. We hebben er wel eens over nagedacht om iets anders te doen, maar kinderen willen niks liever. Zijn het ook gewend, houden van regelmaat. Ja. Dus bij ons is het altijd rondje om de baan met groot succes. Ja. Rondje om de baan geeft de tenniskids functionaris of de jeugdcommissie de tijd om alle laatste standen in te vullen en om daar de winnaars uit te halen. Dan roepen we iedereen bij elkaar en dan kondigen we aan wat de standen zijn. En ook daar proberen we altijd vooral de nadruk te leggen op dat iedereen goed gespeeld heeft. En minder de nadruk op wie er per se nummer 1 is geworden. Ja, en is dat altijd de trainer die dan, of de leraar die dat afsluit? Of is dat vaak iemand van de jeugdcommissie? Of wissen jullie dat gewoon af en kijken jullie gewoon net op de dag zelf hoe dat lekker gaat? Het is eigenlijk of iemand van de jeugdcommissie of de aanvoerder van het team zelf. Ja. Beetje afhankelijk van hoe op hun gemak zij zich voelen. Als ze het willen, mogen ze het zelf doen, graag. En anders doet iemand van de jeugdcommissie. Ja. Dat is denk ik vooral voor Oranje is dat natuurlijk. Werkt dat goed? Hoe zou je dat bij Rood doen? Heb je daar nog een leuk eindspel of een soort afsluiting voor? Alleen weet ik niet hoe het heet. En dat is wel een spel waar we echt de ouders bij betrekken. En dat is dat de kinderen over de baan moeten rennen en dat ze dan bekogeld worden, soort van met de rode ballen. Ja. Dat vinden ze heel leuk. Daar krijgen ze ook is echt een energieke afsluiter. Ja. Bij Rood is trouwens ook nog wel een tip dat je goed aan de groep moet kijken wanneer ze er klaar mee zijn en dan ook op tijd moet afsluiten. Ja. Want als kinderen één voor één afhaken en er staan uiteindelijk nog maar 5 kinderen op de baan, dan gaat het als een nachtkaars uit. Op een gegeven moment moet je gewoon de knoop doorhakken, het is genoeg goed geweest. Ja. En de ene keer zijn ze niet van de baan af te slaan en moet je echt nadat de tijd op is zeggen we moeten ermee ophouden en de andere keer is dat wat eerder. Ja. Kies daarvoor zodat het ook voor hen een leuk afgebakend geheel blijft met een gemeenschappelijke afsluiting. Ja, dus ook daar weer goed kijken naar de kinderen. De ene keer is het 3 kwartier, de andere keer misschien een uurtje, misschien soms nog iets langer. Ja. Het spel heet bij ons op de vereniging in ieder geval het krokodillenspel. Okay. Maar ik kan me voorstellen dat het iedere vereniging een andere ik zal andere het eens navragen. Variant is. Maar, ik zal het eens navragen. Ik denk dat het herkenbaar is. In ieder geval voor heel veel leraren heb ik het al vaak terug zien komen. Ja. Dus laten we dat vooral erin houden. Kijk, jullie zijn een hele grote vereniging, dus jullie hebben, ik denk, altijd genoeg banen, zelfs als er heel veel kinderen komen.
We zien natuurlijk ook uitdagingen bij verenigingen die maar een aantal baantjes hebben, zeker voor Oranje, met twee of drie banen. Je hebt iemand met veel ervaring, hoe zou je dat aanpakken? Banen is hier een hele grote uitdaging, maar mijn voorwaarde is wel dat we altijd Oranje op vier banen kunnen spelen. Ja. En dat lukt eigenlijk ook altijd, dus daar zijn we echt heel blij mee, dat is wel luxe. Als dat niet lukt, zou ik echt ervoor zorgen dat er alleen dubbels gespeeld worden. En kijk of je misschien ergens anders op een hoekje op het park nog iets kan organiseren voor de kinderen die aan de kant zitten. Want als je maar twee of drie banen hebt, zeker in grotere pools, moeten kinderen best lang wachten. Dus misschien kan je op je oefenmuurtje iets organiseren of misschien een heel ander spel. We hebben hier een aantal spellen in de kast die je dan tevoorschijn kan toveren. We hebben een voetbaltafel, daarmee hou je kinderen toch bezig en zorg je dat het energieniveau er lekker in blijft. Ja, je voorkomt eigenlijk te lange wachttijden. Dat is ten alle tijden dat je zegt van nou, dat moeten we niet hebben. Ja. Dus dan maar liever dubbelen of een ander spelletje erbij, zodat ze bezig blijven. Ja, zeker. Ja, de kinderen komen hier om te sporten en dat is wat je ze zoveel mogelijk aan wil bieden. Ja, leuk. Nou, ik wil je bedanken voor je tijd. Graag gedaan. Dat je wat meer wilde vertellen over hoe jullie dat hier organiseren op een hele grote vereniging. Maar ook toch tips mee heb gegeven voor verenigingen die misschien wat kleiner zijn. En laten we naar uitkijken dat we heel veel kindjes hier lekker met plezier gaan tennissen de komende tijd. Zeker. Nou, graag gedaan. Oké.